Midden in de Nationale Sportweek, die duurt van 18 tot 27 september, staan wij hier bij de openbare basisschool De Dennenkamp, hier in Ommen. Voor de aftrap van de Daily Mail. Daily Mail, zegt u? We praten hierover straks met Mirjam Fucking, directeur van deze basisschool. Mirjam Fucking, wat is de Daily Mail? De Daily Mail is een hele makkelijke, laagdrempelige manier van bewegen. Je trekt met de kinderen de jas aan, je gaat naar buiten en je gaat een kwartier lopen. En wie wil rennen, gaat lekker rennen. En dan is het klaar en je gaat weer naar binnen. Dus een hele makkelijke manier van bewegen. Ja. En wat is voor jullie de aanleiding geweest om deze activiteit te organiseren? Als school hebben we plannen gemaakt voor de toekomst. En daarbij hebben we gezegd van we willen graag een mooie afwisseling hebben tussen zittend leren, maar ook bewegend leren. Dus dat de kinderen met hun hele lichaam aan het leren zijn en niet alleen maar stilzitten in de bankjes. We merken dat ze daar heel gemotiveerd van raken en dat ze enthousiast zijn. Dus dat was een reden om daarmee aan de slag te gaan. Toen zijn we in gesprek gegaan ook met de gemeente Ommen. Dat is een jochgemeente, jongeren op gezond gewicht. En zo hebben we samen nagedacht wat we zouden kunnen doen. We zijn als school ook gezonde school. Dus dat betekent dat we letten op voeding bijvoorbeeld, maar ook op bewegen. En zo kwam ook de Daily Mile eigenlijk ter sprake. En hebben we die nu, vanaf nu ingevoerd op school. En hoe denken jullie dit structureel aan te pakken, te organiseren binnen de school? Wij kunnen als school minimaal 3 keer per week dit aanbod doen. Dat betekent dat de leerkrachten heel goed in hun rooster kijken en denken van, na deze les hebben de kinderen de behoefte aan om even de benen te strekken, even een frisse neus. En op dat moment plannen ze dat in. Dus ze zitten niet vast aan een moment waarop het met de hele school moet. Ze kijken echt wat de kinderen nodig hebben wanneer zij aangeven eigenlijk een stukje beweging nodig te hebben. Het is dus een hele effectieve manier van bewegen. Merken jullie dat ook in de klasse? Wij merken dat kinderen het fijn vinden om te bewegen. Dat ze er enthousiast van raken, dat ze er weer energie van krijgen. En onderzoeken hebben ook aangetoond dat de leerprestaties van de kinderen ook beter zullen worden. Nou hebben wij daar niks over te klagen op de Dennenkamp. Maar als dat ook nog een mooie bijkomstigheid zou zijn, zou dat leuk zijn. Ja. En dan vandaag deze prachtige activiteit met schitterend weer. Ja, prachtig. Ja, jullie hebben het ook heel leuk versierd hier. Ja, klopt. We wilden er toch wel extra aandacht aan geven, want het is toch een bijzonder moment. We staan ook op een bijzondere plek, hè, waar straks de nieuwe school gaat komen. Maar op dit veld hebben de kinderen gewoon heel veel plezier. Bewegen ze graag. Dus dit was echt de uitgelezen plek in de sportweek om hier aandacht aan te besteden. Alles komt bij elkaar. Eigenlijk wel, ja. Mirjam, hartelijk dank. Graag gedaan. Erwin Wennema is al vroeg opgestaan hier en vanmorgen aanwezig op de Dennenkamp, openbare basisschool, voor de Daily Mile. Wat zegt jou dat, de Daily Mile? Ja, ik ben ambassadeur van de Daily Mile. Dat is een initiatief waarbij ik probeer om alle scholen in Nederland, alle kinderen daarvan te laten hardlopen. Iedere dag eigenlijk naar buiten te gaan, een mijl. Het betekent dus een Engels mijl is 1,6 kilometer. Gewoon met z'n allen naar buiten, samen hardlopen voor gezondheid. Dus het gaat niet om dat je allemaal Olympisch kampioen wordt, maar het gaat erom dat je naar buiten gaat, dat je met elkaar gewoon in beweging komt. Want we bewegen te weinig. Te weinig. We zitten de hele dag stil. En ook op school. En die kinderen zijn er natuurlijk niet voor gemaakt om gewoon de hele dag stil te zitten. Want als ze dan even naar buiten komen, dan kunnen ze even hun energie kwijt. En dan kunnen ze daarna weer terugkomen in de klas. En dan zijn ze rustiger. Dan kunnen ze ook beter leren. Dat is allemaal bewezen. Dus het is eigenlijk een heel simpel, laagdrempelig initiatief. Wat alle scholen gewoon morgen mee kunnen beginnen. En een wetenschappelijk onderzoek in Maastricht heeft ook aangetoond dat kinderen juist in deze coronatijd minder bewegen. Dat is toch wel zorgelijk, hè? Ja, dat is zeker zorgelijk en daarom zijn dit soort initiatieven ook gewoon super belangrijk. Ja, mensen moesten allemaal binnen blijven. Mensen gaan dan lekker, kinderen gaan lekker achter de computer zitten. Dat is natuurlijk niet goed. Het is misschien wel goed om het virus even tegen te houden. Maar iets anders wat daar zo meteen achteraan komt, als het virus gewoon zo meteen er niet meer is, laten we het hopen dat het zo snel mogelijk dat er iets komt waardoor het niet meer uitbreidt, dan komt daar overgewicht achterweg. Mensen worden steeds dikker, mensen worden steeds ongezonder. En daar moeten we met z'n allen wel iets aan doen. Want die kinderen kunnen daar namelijk niks aan doen. Die kinderen die leven in een omgeving die heel veel ongezond voedsel, waarbij heel veel ongezond voedsel beschikbaar is. En ze worden niet meer uitgedaagd om te gaan bewegen. Dus daar moeten we juist weer op school, moeten we leren van dat bewegen gewoon normaal is. Dat het lekker is om iedere dag eventjes lekker naar buiten te gaan om een stukje te gaan hardlopen. En dat promoot jij dus als ambassadeur van de Daily Mile. Ja, inderdaad. Ik ben ambassadeur van de Daily Mile. Ik
Ik vind het zo leuk omdat het zo laagdrempelig is. Je kunt overal ambassadeur van worden. Maar dit is iets, dit is niet moeilijk. Dit is gewoon, je hebt alleen een enthousiaste leerkracht nodig. Een enthousiaste ouder die zegt van, hey, waarom gaan mijn kinderen op school niet bewegen? Een enthousiaste leraar die zegt, ja, ik geloof gewoon in de kracht van bewegen. En dan kan hij of zij gewoon morgen met dit beginnen. Je hoeft niks te organiseren. Je loopt gewoon een paar rondjes om de school heen. En je bent gewoon aan de slag. En daar hou ik wel van. Gewoon hands-on, gewoon meteen beginnen. Ja. En jij gaat zo meteen het startschot geven? Ik ga het startschot geven hier in Ommen. Het is hartstikke leuk dat ik hierbij aanwezig mag zijn. Het is mij lekker dichtbij. Ik ga heel Nederland een beetje door. Dus ik ben fijn dat het hier lekker in de buurt is. En dat ook Ommen gewoon in gezondheid gelooft en in goed bewegen. Goedemorgen jongens en meisjes. Vaders en moeders. Vertegenwoordiging van de gemeente Ommen. En andere belangstellenden. Welkom. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Voor dit hele speciale moment. Want we staan op een speciaal plekje. Want straks, ergens tussen de herfst en de kerstvakantie, gaan ze echt hier beginnen met onze nieuwe school. En een van de ideeën die wij hebben, is dat we graag willen dat jullie heel gezond opgroeien. Maar wij als school dragen daar ook ons steentje aan bij. Vandaag gaan we een opening doen van twee verschillende dingen. De Daily Mile en de Waterdag. Hebben we daar ook een aantal bijzondere mensen voor uitgenodigd. Erben Wennemars. Ja, dankjewel. Heel fijn dat ik hier vanochtend mag zijn in Ommen. Vroeger was ik een schaatser en vond het heel fijn om veel te bewegen. En nu probeer ik dat in te zetten voor een grotere zaak, zodat iedereen in de toekomst ook gewoon gezond kan zijn. Maar het maakt ook wel weer duidelijk hoe belangrijk gezondheid is. En bewegen moet weer normaal worden, dat moeten we leren. Net zoals we heel veel hele interessante dingen leren op school, moeten we ook weer leren op school dat bewegen gewoon vanzelfsprekend is. Dat Ommen dit ook gewoon inziet en dat jullie willen gaan beginnen met de Daily Mile. Waarom vind ik dat dan zo leuk? Omdat het juist zo laagdrempelig is. Hier in Overijssel willen we gewoon aanpakken, willen we gewoon niet altijd moeilijk doen. En als iets kan, dan moet je het gewoon doen. Dit doen we hier vandaag met z'n allen. De kleine kinderen staan daar, de grote kinderen staan daar. En dan zullen kinderen heel hard lopen, zo kunnen kinderen minder hard lopen. Het gaat er dus niet om dat we allemaal heel hard lopen. En het gaat niet om wie er vandaag wint. Het gaat erom dat je met elkaar in beweging bent. Dus ik ben hartstikke trots en hartstikke blij dat ik hier vandaag mag zijn. En ik wens jullie heel veel succes. En als de kinderen nu al klaar zijn om te gaan lopen, zijn jullie klaar voor kinderen? Ja! Ja? Hebben jullie nog een klein beetje zin in? Ja! Oké, okay, dan gaan we eerst nog even het anders doen. Want we gaan nog een paar. Wie doen nog even? En aan wie gaan we die geven? Ali en Si. Ja. Waar zijn die? Even, wie doet alsjeblieft. En de oudste leerling, Ali. Lekker, ook alvast het bidon. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Erwin, zijn we er allemaal klaar voor? Ja! Oké, 1, 2. Dag Noortje Idema, wat heb je net gedaan? Heel hard gerend. En hoe ging het? Goed. Ja? Waarom ging het zo goed? Heb je er goed voor geoefend? Ja. Hoe vaak? Best vaak, want ik zit ook op training bij atletiek en dan kan ik dan ook goed oefenen. En dan moet je ook rondjes lopen? Mm-hmm. Ja? En hoe vaak doe je dat per week? Ik doe het op dinsdag. Elke dinsdag doe je dat? Ja. En weet je ook waarom je dat doet? Waarom ben je hier vanmorgen zo lekker bezig? Voor het energie en dat we ook vaker gaan lopen. En natuurlijk dat je straks op school ook beter kunt leren, denk ik. Ja. Gaat dat lukken? Denk ik wel. Ja? Oké. Okay. En ben je van plan om hiermee door te gaan? Ik denk het wel. Oké. Okay. Nou, Noortje, ik vond het heel leuk om even met je te praten. Okay. Dankjewel. Nora en Daan, wat hebben jullie net gedaan? We hebben net rondjes gerend, zodat je je beter kan concentreren op school. En dat gaan we doen op de maandag, woensdag en vrijdag. Drie keer in de week?
3 keer in de week. Zo. En Daan, waarom doen jullie dit? Omdat je als je gaat rennen, dat je je in de les beter kan concentreren. En merk je daar al iets van in de klas? Jawel. Als je na de pauze, als je dan binnenkomt, dan merk je wel dat als je daarna direct gaat lessen, dat je dan wel meer vrij bent in je hoofd, dat je beter kan nadenken. Oké, dus je kunt je beter concentreren ook op je werk. Ja, je kan je beter concentreren omdat je net je hoofd leeg hebt gemaakt tijdens het spelen of rennen. Ja. Hoe vaak doe jij dit, Daan? Wij doen dit ook 3 keer. 3 keer per week? Ja. En ik neem aan, dit is natuurlijk sport binnen school, maar dat jullie zelf ook wel aan een sport doen. Volgens mij doen wij alle twee aan voetbal en ik doe ook nog aan atletiek, maar dat doe ik niet heel veel meer aan. En jij Daan? Ik zit ook op voetbal en ik zit ook op atletiek. Dus jullie krijgen eigenlijk genoeg beweging? Ja. Ja? Ja. Maar wat jullie vanmorgen gedaan hebben, dat bevalt jullie wel? Ja. Jawel. Ja. Alleen okay. Niet elke dag 8 rondjes, want dat is een beetje te veel. Dit vind je te veel? Dat vind ik te veel. Ja. Ja. Nou ja, misschien moet je het geleidelijk aan opvoeren. Misschien wel. Ja. Oké. Okay. Nora en Daan, dankjewel voor dit gesprek. Ja, alsjeblieft.